Hallo kijkers van Shinespot, we hebben een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. Wonder. Ik was bijna verder gegaan zonder op te nemen. Gelukkig ben ik net op tijd begonnen met opnemen. We gaan weer zo'n challenge doen en we weten nog niet wat we echt kunnen gebruiken. Laten we sowieso een Fire Mushroom meenemen en een Elephant Mushroom. En dan gaan we zien wat deze is en hoeveel lager het is. De vorige was 4, dat vond ik wel veel. Oh, het is weer 4, alleen... Oh. Ik ga wel eerst even oriëntering. Oh. Oké, interessant. Hier maakt het niet zo heel erg uit welke ding je hebt. Hier moet je volgens mij... kut. We gaan het nog een keer proberen. Zo. Nice, deze ging snel. Deze. Deze ging ook wel oké. Volgende laag is. Oh. Dit is heel kut. Hier heb ik heel veel tijd verloren. Maar ik snap hem in ieder geval. Wat krijgen we nu? Oh, oké, deze. Moeten denk ik onder de 100 zijn en dat zijn we nu zeker niet. Seconden. Oef. Dat wordt nog wat. Ik weet wel dat ik die niet moet pakken. Ik denk dat ik gewoon voor 2 Fireflowers ga. Oef, 90 seconden, oké. Okay. Oké, dat waren de boos. Oh.
Dit ging oké. Oh nee, nu was nog de elephant. Die wou ik niet. Kut. Nu ga ik hem denk ik niet halen. Want die elephant is super kut in deze. Makkelijk gehaald zelfs. Nice. Nice. Toppie. Oké, ook weer gecleared. Lekker. Kabooming. Oeh, een 4 difficult. Dat is spannend. A final uncharted area. Poison ruins. Oké. We finally made it all the way down here. I can't thank you enough for all your help. I hope everyone is still okay. We need to be careful there. Here. These are the last ruins. They could be really dangerous. Oké. Okay. Ja. Hierboven zit ook iets, zou je zeggen, maar blijkbaar niet. Oh. Oh, je moet hier naar beneden? Oh, ja. We gaan sowieso coins missen, dat heb ik al gezien. Oh, kut. Oeps. Hey, hier is er een. Oh, het is de eerste. Nice. Auw, kut beest. Nice. Oké, volgens mij gaat het redelijk. Hey, hier is het einde. Dat kan niet goed zijn.
Ik heb het gevoel dat we hier overheen moeten. Oké, dat is gelukt. Hoe kom ik daar boven? Ik denk dat ik daar iets voor moet hebben. Interessant. Wat kunnen we het beste gebruiken om daar overheen te komen? Oh. Kunnen die proberen? Oh ja. Even vergeten dat ik dus niet meer kan floten nu, dat is kut. Oeps. Ik heb het gevoel dat ik daar iets mis, maar het zal wel. Oh. Hier kan ik dus helemaal niet heen. Wat? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap dit level niet. Oh yeah. Here we go. Thank you.
Daar moet toch ook iets zijn? Daar moet ook iets zijn. Ik doe echt iets niet goed. Oh, sorry. Okay.
Oké, zijn er nog meer geheime tunnels voordat ik dat doe? Oké, ik zie hier zit nog iets. Oké, daar zie ik nog iets, oké. Nice! Ah, en dan gaat dat weg, oké. Alleen, ik mis volgens mij nog steeds een coin. Kut. Ik moet hem weer opnieuw doen. Maar ik moet sowieso die laatste coin nog vinden, denk ik. Volgens mij heb ik maar 2 coins. Maar dat zoeken we even op. Ja, zie je, we missen nog een coin. Oké. Goed om te weten. We pakken sowieso weer even de floating badge. Ik snap wel waarom de difficulty hier 4 is. Oh, kut. Zo. Daar zit de tweede, dus vanaf hier moeten we goed opletten. Kijk, daar zit iets. Oh nee, daar zit de tweede, kut. We pakten een shortcut. Oké. Ja, dan zou je dus zeggen dat je... Dan zou je dus zeggen dat die derde hierin moet zitten. Goed, dan gaan we nog een keer dit stukje doen.
Badam, pam, pam, pam. Steeds geen paarse coin. Goed, zit er nog ergens een plantje? Ik wil dat eventjes helemaal gecontroleerd hebben. Geen plantjes meer? Geen plantjes meer blijkbaar. Oké. Okay. Kut, ook dat nog. Oh. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ga eens eventjes kijken waar ik die coin kan vinden. En dan komen we de volgende aflevering bij je terug. Adios, amigos.